Dames en heren, goedenavond. Welkom bij Eén Vandaag. Speciale uitzending. We hebben hier uitgenodigd de lijsttrekkers van PvdA en SP. Lodewijk Asscher en Emiel Roemer. Straks, na deze uitzending, vertel ik u vast, gaan we door op Facebook. U kunt dan rechtstreeks vragen stellen aan de heren Asscher en Roemer. Heren, hartelijk welkom. Dank u wel. Dank je wel. Er staat wat op het spel. Er kijken nu ongeveer 1 miljoen mensen, misschien meer. En u weet, 70% van de kiezers is zwevend. Dus we hebben even gerekend. Er zijn hier 12 zetels te winnen. Mooi. Het is niet gering. Het is een zware verantwoordelijkheid voor u. U heeft zometeen een klein half uur om de kijkers te overtuigen. Onze hele zendtijd gaat naar dit debat. Eerst naar Gijs Rademaker van het Eén Vandaag opiniepanel. Hoe staan de partijen van de beide heren ervoor? Laten we kijken naar de partijen van beide heren. En dan zien we allereerst dat de PvdA lijkt af te stevenen op een historisch verlies. 4 jaar geleden, in 2012, haalden ze nog 38 zetels. En nu staan ze al enige tijd onbeweeglijk op 12. En met de SP gaat het iets beter. Maar ook daar, als je kijkt naar de uitslag van 2012, gaan ze er voorlopig niet op vooruit. 15 zetels blijft 15 zetels. Ja, waar zitten ze dan, die linkse kiezers? Die zitten vooral bij twee andere partijen. GroenLinks haalde in 2012 4 zetels, stijgt in onze peilingen nu door naar 16. Dat is dus 4 keer zoveel. En ook D66 doet het goed. 4 jaar geleden stonden ze op 12. Nu halen ze in onze peiling 16 zetels. Daar zitten dus vooral die linkse kiezers. En we hebben kiezers die twijfelen tussen de SP of de PvdA gevraagd. Wat kunnen Roemer of Asscher nou doen om uw stem nog terug te kunnen winnen? Als we beginnen bij Asscher, dan zien we allereerst dat kiezers vinden dat hij het kabinetsbeleid best wat harder mag verdedigen. Sta maar voor wat je gedaan hebt. Neem maar wat minder afstand. En ook vinden veel twijfelende kiezers dat Asscher zich wat scherper mag profileren. In onze Eén Vandaag imagometer staat hij laag op deze gebieden. Weten wat er speelt en goed in het debat. Lager dan andere lijsttrekkers. Die twijfelende kiezers die willen vooral duidelijker weten waar staat Asscher nou voor, waar vecht hij voor. En Roemer kan kiezers trekken op twee andere punten. En de eerste is defensie. Ja, de SP wil daar juist op bezuinigen, pleit zelfs voor een leger dat alleen vredesmissies uitvoert. Maar een grote meerderheid van kiezers die de SP overwegen, die wil juist extra investeren in het leger. De helft zelfs tot de NAVO-norm van 2%. En er is nog een ander punt. Veel kiezers vinden dat de SP zich veel meer moet opstellen als een partij die graag wil regeren. Veel SP-kiezers die willen niet weer jaren in de oppositie. Dus ze vinden dat Roemer zich constructiever moet opstellen. Hij moet zorgen dat hij mee kan praten. Met dank aan Gijs. Meneer Roemer, ja, defensie springt eruit bij u. Uw achterban, dat is toch het leuke van het Eén Vandaag opiniepanel, dat kunnen we meten, zegt helemaal geen vredesleger, helemaal niet bezuinigen op defensie. Er moet juist veel meer geld bij. Gaat u mee met uw achterban? Nou, voor een deel wel. Want als je door gaat vragen, dan zie je waar mensen vooral bang voor zijn. Bijvoorbeeld door terroristische aanslagen. Dan willen ze voorbereid zijn. Wat hier in twee geknipt is, dat wij vooral extra investeren. Het meest in alle partijen. Juist in bijvoorbeeld marechaussee, juist in veiligheidsdiensten, om dat aan te pakken. Ja, ja. En als ik tegen mijn achterban zeg, moeten wij een JSF kopen? Volgens mij zegt dan die hele achterban, dan moet je dus vooral niet doen en zorgen dat Defensie krijgt wat hij echt nodig heeft. U laat het programma ongewijzigd. En ja, meneer Asscher, uw kiezers zeggen, u bent niet altijd duidelijk genoeg. U had vanochtend 2 pagina's nodig in het ochtendblad. Kunt u ook in 1 zin zeggen wat u bedoelt? Jazeker. En waar u voor staat? We kunnen het land echt vooruitbrengen omdat wij verantwoordelijkheid hebben genomen. Dat is kort. Staat in die brief. Prima. Ja, toch 2 pagina's. Even de afspraken, heren, over dit debat. Met u is afgesproken dat het hier in deze uitzending over 3 thema's gaat. Economie, integratie en zorg. En telkens wordt dat ingeleid door een kort filmpje. U debatteert dus 3 keer en u praat niet door elkaar heen. Eens? Prima. Moet lukken. Mooi. We beginnen met economie. De crisis ligt achter ons, de economie zit in de lift. Bedrijven slepen weer orders binnen. De banenmotor komt op gang, de werkloosheid daalt. Steeds meer mensen vinden een baan. Toch zit nog altijd bijna 500.000 mensen zonder werk. En vooral werkloze 50-plussers komen maar niet aan de slag. Niet iedereen merkt het economisch herstel. Maar de lijn naar boven is ingezet. Komt dit door de groeiende wereldeconomie? Of is het economisch herstel te danken aan dit kabinet? Die vraag dus. Economische groei dankzij het kabinet of dankzij de groeiende wereldeconomie? Meneer Roemer. Nee, het is zeker niet dankzij het kabinet. De afgelopen jaren is zo ongelooflijk hard bezuinigd. En is heel veel economen hebben inmiddels al aangegeven dat 365.000 banen gekost heeft. Onnodig. Dat er 1000 bedrijven onnodig failliet zijn gegaan en dat het de economische groei geremd heeft. Dus we hadden eerder economische groei kunnen hebben als we hadden geïnvesteerd in plaats van veel te hard bezuinigd hadden.
U heeft hard bezuinigd, meneer Asscher. Meneer Roemer, u zei in juni 2013 dat dit kabinet de economie kapot bezuinigde. Ja. En sinds dat moment hebben wij 11 kwartalen economische groei. 29 maanden daling van de werkloosheid. We hebben 4 keer een uitverkochte Kuip aan mensen, 200.000 mensen... die nu wel werk hebben en toen niet. Ik vind u een ongelooflijk aardige man. U heeft wel eens gezegd, u kunt altijd weer leraar worden... maar doe dan niet economie, want dat klopt echt niet. Vooral wel doen. Vooral wel doen, omdat het duidelijk is dat er 365.000 banen onnodig zijn vernietigd. Kijk naar de landen om ons heen. In Groot-Brittannië waren ze al een paar jaar eerder op het niveau van 2008. Duitsland, België, Frankrijk waren allemaal eerder op het niveau van 2008. En wie was het laatste? Nederland. En dat is niet zo gek. Want als je zo hard bezuinigt dat zoveel mensen thuis komen te zitten... dan sta je ook als laatste in de rij als het herstel, de wereldeconomie groeit... Het herstel staat ons laatst in de rij. En dat is er gebeurd. U bent de mensen vergeten. U bent boekhoudertje geweest en u bent de mensen vergeten om wie het echt gaat. Toen het slecht ging met de economie, zei Emiel Roemer, dat komt door het kabinet. Nu het goed gaat met de economie, zegt hij, dat komt door de wereldhandel. Maar als je kijkt naar de feiten, gewoon de feiten. U zegt Frankrijk. Daar is de werkloosheid 10%, de jeugdwerkloosheid 20%. Nederland kent inmiddels de laagste jeugdwerkloosheid van heel Europa na Duitsland. Als je het hebt over de mensen, dan maakt dat het verschil. Duizenden en duizenden jongeren die werk hebben gevonden. Tienduizenden en tienduizenden mensen die 's avonds thuiskomen van hun werk. Niet alleen dankzij het kabinet, maar wel degelijk ook dankzij het kabinet. Het land is stabiel gebleven, het vertrouwen nam toe, er wordt weer geïnvesteerd en er komen meer banen dan ooit. Meneer Asscher, het is niet allemaal roze geuren maanschijn natuurlijk. Langdurige werkloosheid onder ouderen, 50-plussers, 70% van hen is langer dan een jaar werkloos. Dat lukt niet. Dat begint nu te dalen. Dat heeft heel lang geduurd. En dat komt omdat inderdaad eerst de kortdurende werkloosheid afnam. Eerst de jongere werkzoekende werk vonden. Maar de daling is nu het snelste onder de groep boven de 45. En dat is heel belangrijk. Want er zit ontzettend veel talent. Mensen hebben zich vaak suf gesolliciteerd. Hebben een hele moeilijke periode gehad. Maar ik ben pas klaar. Want er zitten ook nog steeds een kleine 500.000 mensen die willen werken. Ik ben pas klaar als zij ook die baan vinden. Want ja, het gaat veel beter... Maar nu moeten we ook doorzetten. Kijk, ik hoor hier Mark Rutte. Wat hebben we de afgelopen jaren gezien? Er moest in één keer een sprintje getrokken worden om die 3% begrotingstekort te halen. Dat is wat er vanaf 2012 gebeurd is. Dat heeft ongelooflijk veel banen gekost. Die mensen zijn thuis komen te zitten. Die mensen die zijn hun baan kwijtgeraakt. Hun gezinnen zijn hun inkomen kwijtgeraakt. Mensen die langdurig in de armoede zitten. Dat is gegroeid. Ouderen komen niet meer aan het werk. Mensen zijn vergeten. Heel veel mensen zijn vergeten. Ik sprak gisteren iemand uit het oosten van het land. Die zei, mijn man heeft 45 jaar in de bouw gewerkt. Is zijn baan kwijtgeraakt. Het enige wat hij krijgt is WW, flexbaan. WW, flexbaan. Hij moet misschien nou nog 7 jaar. Een uitkering die hij krijgt is ongeveer nog maar 1100 euro. Die mensen zijn vergeten. Die worden boos als ze u horen. Het gaat weer fantastisch in de economie. Een miljoen mensen... die de zorgrekening kunnen betalen. Kom nou niet aan dat het allemaal zo goed gaat. De mensen zijn mensen die onnodig gepakt zijn. Maar hier zijn wij partners. Daar waar het gaat om mensen die eindeloos van flexcontract naar flexcontract gestuurd worden... hebben wij dezelfde agenda. We willen mensen weer zekerheid bieden. We moeten af van die werkgevers die al maar op een goedkopie... mensen in die constructies duwen van uitzendcontract naar uitzendcontract. Maar willen wij dat samen waarmaken? En volgens mij hebben wij ideeën die dat waar kunnen maken. Anders omgaan met werk, de waardering en het respect terug... dan is er ook economische groei nodig. Maar... En daar heeft u de afgelopen jaren nooit geholpen. Daarvan zegt u eigenlijk, na onze zonvloed, na de SP de zonvloed... want als je kijkt naar de plannen van de SP... dan krijgen we op termijn een tekort van 21 miljard euro. En laten we heel eerlijk zijn, ook tegen de mensen thuis... dat werkt thuis niet, dat werkt voor een land ook niet. Dat weet u ook. Mag ik de heer Asscher er even aan helpen herinneren? We hebben samen een wet geschreven om flexwerk te voorkomen... en veel meer vast te krijgen. U heeft het meest essentiële eruit... gesloopt en het niet gedaan. Namelijk flex duurder maken dan vast. Vervolgens heeft u 4 jaar op die stoel gezeten om het te regelen. U heeft het niet gedaan. Het enige wat er gedaan is, is 320.000 banen van vast flex maken. Dat zijn de cijfers van 4 jaar Rutte Asscher. En ik ben het met u eens. Wij moeten dadelijk gezamenlijk optrekken. Maar hier zit wel een geloofwaardigheidsprobleem. Toen ik met die over geloofwaardigheid sprak, toen ik met die wet kwam, zei meneer Roemer... Ik geef er een 6,7 voor. 2 tienen en een 1. Een 6,7. Want zei hij, het ontslagrecht wordt beter. En dat is het ook geworden. Want zei hij, de bescherming van flex wordt beter. Het is het ook geworden. Maar we zijn nog niet klaar. En al die jaren
Toen het ging om het beperken van de topinkomens. Toen het ging om wat doen aan armoede. Pak hem even terug. Toen het ging om wat doen aan flex. Toen het ging om wat doen aan schijnconstructies. Zat de SP in de vertrouwde positie nee te schudden. Als u mij eerder had geholpen, waren we nu verder geweest. Laten we het vanaf nu beter doen. Maar ik blijf zeggen, je kunt dat niet op de pof doen. Die 21 miljard euro tekort. Als gevolg van uw plannen, reageer daar eens op. 21 miljard in 2060. Over 43 jaar, alsof de wereld stilstaat. Pak 43 jaar terug, dan komen we bij uw partijgenoot Den Uyl uit. Die wist niet eens wat een mobiele telefoon was in die tijd. Alsof de wereld 43 jaar stilstaat. Na de kaalslag van 4 jaar, uw kabinet, moeten we nu gaan investeren in de mens, in de samenleving en in de economie. Te veel mensen zijn de afgelopen jaren vergeten die rekenen op progressieve partijen dat er eens een keer aan gedacht wordt. Dat heeft u nagelaten. Dat moeten wij de komende jaren gaan doen. En daar sta ik vooraan in de rij om te gaan doen. Om te investeren in de economie moet je keuzes maken. Wij willen een nieuwe, een duurzame, innovatieve economie. En we investeren daar 50 keer zoveel in als de SP. Maar iedere keer als de SP zegt, oh, dat geld dat komt later wel, geen probleem. Nee, dat zijn onze kinderen. Ook dan zijn er scholen nodig. Ook dan moeten pensioenen betaald worden. Ik hoor Mark Rutte. En je kunt niet op de pof leven. Dit is de VVD-agenda. Nee. Dit is de VVD-agenda. Dit is eerlijk omgaan met geld. En daar is de SP helaas niet in te vertrouwen. Heren, het tweede thema van vanavond is immigratie en integratie. Als er één thema de gemoederen bezighoudt, is het wel de Nederlandse identiteit. De discussie over Zwarte Piet, homo's en lesbiennes. Kunnen die nog wel overal hand in hand over straat? En er zijn zorgen over integratie van grote groepen nieuwe Nederlanders. De afgelopen 2 jaar komen er bijna 100.000 vluchtelingen in Nederland binnen. Bedreigt de immigratie de Nederlandse identiteit? Ja, staat de Nederlandse identiteit onder druk door immigratie, meneer Asscher? Voor mij is die identiteit vooral de vrijheid om te houden van, van wie je wil, om te geloven wat je wil, of misschien helemaal niet, om te zeggen wat je wil. En dat staat niet onder druk, behalve als ze het niet verdedigen. En je moet het verdedigen door grenzen te stellen, duidelijk te maken wat onze waarden zijn, door te begrenzen hoeveel mensen hier naartoe komen, maar ook door ervoor op te komen, door te verdedigen niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Ja, die identiteit is sterk, we kunnen dat, maar dan moet je ook keuzes durven maken. Meneer Roemer. Dat is absoluut waar. Je zult zeker keuzes moeten maken. En een van de keuzes is dat mensen die hier komen ook zo snel mogelijk integreren. Maar laten we elkaar ook niet gek maken. Er zijn heel veel mensen die graag in dit land wonen, die het goed gedaan hebben, die geïntegreerd zijn, die een samenleving meehelpen opbouwen, die een baan hebben. Maar we weten ook allemaal dat er een hele grote groep nog steeds is die met de rug naar de samenleving staat. Waarbij het hele beleid van integratie mislukt is. Ja. Die de kans niet hebben gekregen. De afgelopen jaren hebben we dat echt laten liggen. Integratiebeleid is langer dan dit kabinet al, is nog steeds niet geslaagd, dit beleid. Nee, maar bovendien, de afgelopen 4 jaar bovendien was dat, is er veel te weinig even, gedaan meneer Roemer, aan de segregatie. De afgelopen 4 jaar was dat uw portefeuille, integratie. Meneer Roemer zegt, mislukt. Wat ik vind dat we veel te lang naïef zijn geweest over de waarden. De vrijheden die ik net noemde. Dus wat ik heb veranderd is dat we nieuwkomers voortaan kennis laten maken met die waarden. En daar ook voor laten tekenen. Want dat zijn de vrijheden die Nederland geweldig maken. Meneer Roemer was er tegen, maar ik vind het een belangrijke verbetering. Ja, de taal blijft belangrijk, het werk blijft belangrijk, maar het is ook belangrijk dat mensen hier naartoe komen, vaak uit een land met een hele andere cultuur. Geen democratie, niet die vrijheden, niet die gelijkheid man en vrouw, niet respect voor mensen met een andere seksuele geaardheid. U vindt de integratie voortaan goed gelukt? Nee, de integratie is niet gelukt of mislukt. Integratie kan alleen maar lukken als mensen volwaardig deel uitmaken, maar ook als ze duidelijk maken wat de spelregels van de Nederlandse samenleving zijn. En daar heb ik opnieuw aan de SP heel weinig gehad. U heeft 4 jaar op die stoel gezeten om het te doen. Als je mensen gelijke kansen wil geven en mee wil doen aan de samenleving, dan moeten ze ook kunnen inburgeren. Wat is er gebeurd? Het hele inburgeringsbeleid is aan de markt gegeven, is aan sjoemelaars gegeven. Nog maar 40% van de mensen slaagt voor een inburgeringscursus. De vluchtelingen moeten het zelf betalen, bedoelt u? Niet alleen de vluchteling, maar iedereen die zich in dit land komt vestigen, die moet dat zelf gaan betalen. Het wordt overgelaten aan de markt. We zien wat voor partijen daar zich over in gaan mengen. En we zien dat het daardoor helemaal fout gaat. Helpt die mensen nou echt door ze de taal te leren, te laten inburgeren, het niet zelf te laten betalen, is de enige manier om die mensen mee te laten doen. 4 jaar blijven liggen. Ik ben het voor een deel met u eens. Daarom heb ik de wet ook aangepast en de gemeente weer meer rol gegeven bij het begeleiden van mensen. En ook een budget gegeven om te zorgen dat ze bij de goede cursus komen. En ik ben het er ook mee eens dat we streng moeten zijn tegen de beunhazen die cursussen verkopen. Maar ik vind dat de SP een beetje wegkijkt als het gaat om die waarde zelf. Een beetje wegkijkt als het gaat om het je realiseren dat mensen uit een hele andere cultuur komen en dat het dan belangrijk is
om mensen wegwijs te maken. Als mensen vanuit Engeland hier komen, dan vertel je, we rijden hier rechts. Als mensen vanuit het Midden-Oosten hier naartoe komen, dan moeten we ze vertellen over vrijheid van meningsuiting, over vrijheid van godsdienst, over respect voor elkaar. En ik vond het ontzettend jammer dat toen die wet in de Kamer lag, de SP in de gebruikelijke houding nee zat te schudden. Als je alleen maar maatregelen neemt voor de bühne en niet de oorzaken aanpakt, dan blijven we een beetje praten. Het is niet voor de bühne, meneer Roemer. Wat je hier had moeten doen de afgelopen jaren is zorgen dat het integratiebeleid opgepakt werd, dat wij segregatie zouden aanpakken. Het gebeurt helemaal niet. Mensen in achterstandswijken in grote steden komen steeds meer bij elkaar voor ons eigen lijntje zitten. Waarom bent u daar verlegen mee? Ik ben voor dat mensen hier gelijke kansen krijgen in de samenleving. Maar die ruimte die krijgen ze helemaal niet. En bovendien zit u ze nu te richten op een kleine groep mensen waar het dus niet gelukt is. En ondertussen zet u de deur wagenwijd open voor honderdduizenden Oost-Europese migranten die hier komen werken, de taal vaak niet eens spreken. Hoe zou u het aanpakken, meneer Roemer, als het gaat om integratie? Allereerst gemengde wijken. Twee, gemengde scholen. Ga met gemeentes aan de slag om te zorgen dat leerlingen, kinderen elkaar weer gaan ontmoeten. Dat je elkaar in de wijken gaat ontmoeten. Dat we gemengde wijken gaan organiseren, samen met gemeentes en woningbouwcorporaties. Dat mensen die hier komen inburgeren, dat ze die inburgeringscursus gaan krijgen. Dat je discriminatie hard gaat aanpakken en dat je grenzen gaat stellen en arbeidsmigratie. Dus weer werkvergunning gaat inrichten. Want dat is de allergrootste groep die deze kant op komt. En die echt een bedreiging zijn voor zichzelf, omdat ze uitgebuit worden. Ja. Maar ook voor mensen die hier werk zoeken. Op arbeidsmigratie hebben we het eens, maar ik heb toch een vraag. Als je niks aan gedaan de afgelopen jaar. Als je de vrijheden wil verdedigen, dan worden die niet alleen aangetast doordat mensen uit een andere cultuur hier naartoe komen. Nee, die worden aangevallen door terroristen. En dan vind ik het, ik ben in Jordanië geweest om bij onze piloten te kijken die ISIS bestrijden in Irak en Syrië. Ik ben in Bagdad geweest, waar het Iraakse leger, in Koerdistan, waar we de Peshmerga trainen. En dat is het verdedigen van onze vrijheid op het moment dat de terreurorganisatie daar op ons gemunt heeft. En wat doet de SP? Die bezuinigt 1 miljard op defensie. En je kunt een terrorist niet bestrijden door tomaten te gooien. Je zult een leger nodig hebben. En mijn vraag is aan de heer Roemer, dat miljard. Gaat u de landmacht, de luchtmacht of de marine schrappen? Want 1 van 3 is nodig om 1 miljard te halen. Door Bagdad te bombarderen? Heb je nou juist... Wat gaat u afschaffen? Heb je nou juist... Marine, luchtmacht, door Bagdad te bombarderen, meneer Asscher, heb je nou juist een voedingsbodem gecreëerd voor ISIS? Wat wij dus doen, is het meeste van allemaal in de hele veiligheidsketen investeren. In Nederland. Marische Zee. In Nederland. 1,3 miljard investeren wij in veiligheidsdiensten, Marische Zee, in Nederland. Politie, belastingdiensten, om te zorgen dat die geradicaliseerde jongeren worden opgepakt, begeleid worden. Dat je dus zorgt dat marechaussee op orde is, dat we de grenzen kunnen stellen daaraan. Inmiddels weet ik wel, meneer Asscher, uw eigen twintig jaar lang hebben wij het Midden-Oosten gebombardeerd en gedacht dat wij daar een westerse democratie konden afdwingen. Dat gaat niet lukken. Dus die JSF's gaan we inderdaad niet kopen. Wij investeren inderdaad meneer Roemer, in veiligheidsdienst, nu wil ik een antwoord. Uw eigen achterban is het met mij eens. Je gaat niet wachten tot een terrorist hier in de metro zit. Je moet precies hem daar aanpakken. Dus daar investeert hij niet als in. Je 1 miljard gaat bezuinigen op de krijgsmacht, in weerwil van wat uw eigen achterban wil, moet u kiezen. Het is de hele marine, de hele luchtmacht, okay, die of vraag driekwart van de landmacht. En ik krijg geen antwoord. En u krijgt wel antwoord. Wij kopen geen JSF's en wij kopen geen nieuwe onderzeeboten. Ja, maar daar ben wij je zorgen niet er dus voor dat wij investeren in diegene, de inlichtingendiensten, de marechaussee en de politie. En dan blijft u weg. Meneer Roemer gaat zitten wachten, tot de onveiligheid uit het Midden-Oosten hier naartoe komt. Dat lijkt me niet verstandig. U heeft zelf die onveiligheid gecreëerd. Levensgroot. Ik heb de onveiligheid. U wilt de tijd terugdraaien. Dat kan niet. We hebben nu een probleem in het Midden-Oosten. En het komt naar ons toe. In Parijs, in Brussel, in Kopenhagen. En als we niet durven in te grijpen daar, ook in Nederland en ook in Amsterdam. Als en dat is u, heren, verantwoordelijkheid ik van de rond het hier als af. Want u de nee, koude oorlog nee, opnieuw het opstarten, moet u dat weten. Ga heel ik niet hartelijk doen. Dank voor uw bijdrage aan dit deel van het debat. We gaan naar het derde thema. Dat is de zorg. De zorg is de grootste kostenpost van het kabinet. Jaarlijks een dikke 75 miljard. Dit kabinet heeft veel zorgtaken bij gemeenten ondergebracht. Die zijn nu verantwoordelijk voor langdurig zieken en ouderen. Maar die gemeenten krijgen wel veel minder geld. Verzorgingshuizen gaan dicht en tienduizenden zorgmedewerkers verliezen hun baan. Zo hield het kabinet de zorgmiljarden binnen de perken. Maar zijn de ouderen en de langdurig zieken de dupe van de bezuinigingen in de zorg?
Het laatste deel van dit debat op links. En ik herinner u, heren, er nog even aan uw gelofte om niet door elkaar heen te spreken. Wordt de rekening, dat is de vraag, niet te veel neergelegd bij ouderen en chronisch zieken? Meneer Roemer. Nou, dat is absoluut gebeurd. De afgelopen 4 jaar is er in de hele zorg voor zo'n 10 miljard bezuinigd. En het grootste gedeelte is echt bij de ouderenzorg terechtgekomen. Er werd gezegd, ouderen moeten langer thuis blijven wonen. Mooi streven, maar als je dan zo fors bezuinigt op de thuiszorg dat er tienduizenden banen verliezen, als je verzorgingshuizen vervolgens weghaalt voor mensen die eenzaamheid willen voorkomen, een beroep willen doen, verzorgingshuizen, dan is dat een hard gelag voor die mensen. En mensen die verpleeghuiszorg nodig hebben, die hebben ook al het voor de kiezer gekregen, omdat daar de bezettingsnorm niet gehaald wordt. U zegt, die harde bezuinigingen die moeten echt teruggedraaid worden. Een groot deel, een onevenredig groot deel, zegt u, is terechtgekomen bij de ouderen. Meneer Ascher. Het filmpje vertelt niet het hele verhaal. Er is ook heel fors bezuinigd op de geneesmiddelen. Er is heel fors bezuinigd op de bureaucratie. Iets wat de heer Roemer en ik allebei graag willen. En ja, er is ook bezuinigd op de thuishulp. Toch geven we nu 5 miljard euro meer uit aan de zorg, met z'n allen. Ruim 6.000 euro per gewoon gezin, dan toen we begonnen. En we weten allemaal, die zorg moeten we met z'n allen betalen. Dus wij stonden voor het dilemma hoe je dat doet. En we hebben ervoor gekozen zoveel mogelijk de zware zorg, de ziekenhuiszorg, de curatieve zorg te ontzien. Dat betekende dat we moeilijke keuzes moesten maken, juist voor de thuishulp. Dat is zo. Dat doet mij pijn als ik daaraan denk. Maar doordat we er nu beter voor staan, kunnen we nu ook, en daarin strijden de heer Roemer en ik samen tegen rechts, bijvoorbeeld het eigen risico gaan afschaffen, wat voor heel veel chronisch zieken enorm veel scheelt. En doordat we er beter voor staan, kunnen we nu ook, en de heer Roemer en ik staan daar aan dezelfde kant, investeren in de verpleeghuiszorg, zodat ouderen waardige, liefdevolle zorg kunnen krijgen. En dat willen we volgens mij allebei. Maar was dat maar waar? Was het dan maar waar dat u het ook zou willen? U beleidt het wel met de mond, u schrijft het wel in een veel te groot artikel in de krant, maar uiteindelijk, als ik kijk naar de cijfers, doet u het niet. Er komt nauwelijks geld bij om de norm van bij verpleeghuizen te gaan halen. Wij investeren er 2 miljard in. Ik vind het heel triest om te zeggen, maar u wordt hier zelfs door de VVD links ingehaald als het ouderenzorg is. Ik denk dat dat niet klopt. De VVD bezuinigt op de zorg, 200 miljoen. Niet in de verpleeghuizen. De enige die meer bezuinigt op de zorg is D66, die doen 600 miljoen. Wij investeren ruim 3 miljard, SP nog weer meer. Maar die heeft weer het probleem dat die rekening wordt doorgeschoven. Wij investeren 500 miljoen in de verpleeghuiszorg. We denken dat we daar de komende jaren heel ver mee kunnen komen. Ja. En geen van ons beiden gelooft die 2 miljard van de VVD. Nee. De VVD wilde bezuinigen op de verpleeghuiszorg. Wij hebben er vanuit de Partij van de Arbeid voor gevochten dat die bezuiniging geschrapt is. En dat is gelukt vorig jaar. Bij u is de oplossing een nationaal zorgfonds. Ja, dat staat voor de curatieve zorg. Maar nu 1 opmerking hierover. Want het is hartstikke mooi dat wij samen bij Hugo Borst een manifest ondertekenen. Daar staan hele duidelijke afspraken in. Onder andere, bijvoorbeeld in de verpleeghuiszorg, 2 medewerkers op 8 bewoners. Als je dat met elkaar ondertekent, dan moet je dat ook leveren. Daar heb je 2 miljard voor nodig. Dat levert u niet. Nog slechts een kwart levert u dat. Punt er zijn duidelijk. Mooie afspraken maken, nee. Mooie sier maken richting Hugo Borst. Maar als ze geleverd moet worden, bent u niet thuis. Okay. Ik wil het graag hebben over de zorg in zijn volle breedte en dus ook over uw Nationaal Zorgfonds. Ziet u wat in het zorgfonds van de SP? Ik steun de doelen. Minder marktwerking, meer samenwerken. Ik steun ook het doel om het eigen risico af te schaffen. Maar dat Nationaal Zorgfonds zelf is toch ook een bureaucratisch experiment. Een soort Bermuda-driehoek waarbij niemand precies weet wat het doet. Behalve dan dat er heel veel geld in verdwijnt. Namelijk 8 jaar lang, 800 miljoen per jaar. En dan denk ik, laten we dat geld uitgeven voor onze ouderen, voor de zieken, voor de verbetering in de zorg en voor de arbeidsvoorwaarden. Zonder dat je aan een heel duur en heel bureaucratisch experiment begint. Maar volgens mij, ik ben niet voor niets ook de SP komen steunen toen het ging over de zorg, kunnen we het op een slimmere manier doen zonder al dat geld weg te gaan. Maar het zorgfonds is dus te riskant, zegt meneer Ascher. Nou, alles behalve. Want als je ziet wat het probleem de afgelopen 10 jaar is, is dat de zorg geen markt is. En als je met elkaar zegt, die marktwerk moet eraf, dan moet je degene die de marktwerking symboliseert, de zorgverzekeraars, ertussenuit halen. Goed. En daarom zeg je, een breder basispakket leg je bij de overheid neer. Iedereen heeft een uitgebreid basispakket die haalbaar en betaalbaar is. Is met de tandartsarts erbij, fysiotherapeut erbij en de GGZ erbij. Dan haal je de bureaucratie juist weg. Ja. En dat het een aantal jaren kost om het op te zetten, dat klopt, maar dat is nog altijd minder dan een jaar. Elk jaar 1 miljard winst van de zorgverzekeraars. Of 500 miljoen dat ze nodig hebben voor dat hele overstapcircus. We worden er beter van, bureaucratie verdwijnt en de mensen krijgen de zorg die ze nodig hebben. Dus ik zou zeggen, een van de mooie bewijzen van samenwerking is dat de Partij van de Arbeid en de SP samen een wet hebben gemaakt om te zorgen dat die winst niet gemaakt mag worden door de zorg. Maar reageer je even op het zorgfonds? Ja, ik vind het echt een gevaarlijk experiment. Want als je zegt, het duurt misschien maar 8 jaar...
Nog niet en het kost je 6 miljard. En je moet misschien nog tientallen miljarden uittrekken daarna voor de verzekeraar. Dan denk ik, nee, laten we dat niet doen. Mensen uit het veld geven ook aan. Verander het. Maak gebruik van de mogelijkheden die er zijn. Geef bijvoorbeeld verzekeraars een regionale taak om te zorgen dat er gewoon wordt samengewerkt tussen de huisarts, het ziekenhuis en de andere zorgaanbieders. Dan kunnen we het verbeteren. En de SP is de enige die per se een heel ander stelsel wil. Heel veel partijen zijn best bereid te praten over meer samenwerking, minder marktwerking, de zorg beter maken. En volgens mij hebben we nu die mogelijkheid en moeten we die grijpen. U heeft al gezegd, het is geen breekpunt meer. Laten we dit opzij zetten en gaan voor goede zorg voor elke patiënt. Als het geen markt is, dan moet je het ook niet aan de markt laten om het uit te voeren. U bent nu eigenlijk de marionettenpop van de zorgverzekeraars. Dat moeten we niet doen. Als wij het samen eens zijn dat de marktwerking funest is voor de zorg, dat dat bureaucratie oplevert, dat dat betalen per verrichting alleen maar de kosten omhoog werken is, dat mensen de zorg niet meer krijgen die ze nodig hebben, dan moeten we het samen helemaal willen aanpakken. Je kunt ook niet half zwanger zijn. Het laatste woord. Nou, je moet het ook redelijk en betaalbaar houden voor mensen. Bij de SP gaat straks de gepensioneerde leraar met zijn eigen huis 1.000 euro extra betalen als hij naar het verpleeghuis moet. Bij de SP gaan straks onze kinderen een enorme rekening betalen, ook voor dit zorgexperiment. En mijn oproep is, maar ook een aanbod. Laten we nou samen optrekken. Geen gevaarlijk bureaucratisch experiment, maar de menselijke maat, de waardigheid van ieder mens voorop. Dan weet ik zeker dat we de zorg kunnen verbeteren. En dan kunnen we het ook opnemen voor de 100.000 mensen die nu iedere dag geweldig werk doen in de zorg, in de thuiszorg. Want die verdienen al die negativiteit niet. Die verdienen een steuntje. Ik wil heel graag bedankt, meneer Roemer. Ja, met het laatste. U wilt de handschoen oppakken? Ik wil heel graag de handschoen meewerken. Oppakken. We gaan samenwerken aan een heleboel veranderingen. Maar dan gaan we dat wel zonder de VVD doen. Want anders krijgen we hetzelfde als de afgelopen jaren. Oké, goed idee. U werkt met de VVD in Amsterdam, in Brabant, antwoord op allerlei vraag. Plaatsen. Goed idee. Wat mij betreft, liever zonder de VVD. Maar u houdt het nog steeds maar open. U weet heel goed dat als u weer een aantal jaar in de hoek gaat stamvoeten, dat u niks bereikt. U doet hetzelfde als Jesse Klaassen. U houdt hem gewoon open. Heel hartelijk dank voor dit debat. Het debat tussen Emiel Roemer en Lodewijk Asscher. Voor de volledigheid. De heren schudden elkaar vast de hand. Ik zal dat zo ook doen bij u beiden. Jesse Klaver wilde ik u zeggen. De derde speler op links van GroenLinks. Die is voor aanstaande dinsdag uitgenodigd in dit programma. Voor het geval u zich afvroeg waar is hij voor een solo interview. We gaan, zoals eerder gezegd, nog even door op Facebook. Morgen zijn we er weer op televisie. Een prettige avond.